thought this was forever. I'm gone. Far away from here. Welkom bij een nieuwe aflevering van Indie Spotlight. Naast mij zit wederom Soraya om het over een game te hebben. En ervaring. Oh, experience. Als iemand vraagt wat is het genre? Als... Dat. Solo. Het heet Solo. Zo mooi. En het heeft niks te maken met Han Solo. I wish though. Maar ja? Wel, een beetje wel, maar dat kom ik zo meteen allemaal nog wel even terug. Wow. Nou. Uiteindelijk komt het allemaal samen. Prachtig. Mm. Je hebt ook een Star Wars shirt aan, dus ik dacht misschien is dat daarom ook. Nee, toen je ook een Star Wars shirt aan had en zei dat we vandaag over Solo gingen hebben, dacht ik echt... Oh yes, deze girl is lit. Maar nee, en je gaat ook over een of andere onbekende kut in die hebben. Ja! Nee, Solo. Leg even uit, waar gaat het over? Oké, eerst even een beetje achtergrondverhaal van... Ja, nee, bij deze kan het namelijk wel. De studio, vijf mannen die hadden elkaar op de universiteit gevonden. En toen zijn we games gaan maken. Hartstikke leuk. En op zich ging het leven helemaal goed. Totdat eentje zijn vriendin hem dumpte. Dus die was echt helemaal heartbroken. Dit hoort erbij. Persoonlijk. Oké, okay, ja. Dit is indie. En daarom vond ik deze game. Ik denk, dit is zo weer een andere kant van indie die we kunnen belichten. Dat zijn hart was gewoon helemaal gebroken. Hij was echt helemaal naar de neuk. Allemaal zulke dingen. Ja. Dus toen dachten ze, we maken een game over de liefde. En Solo is eigenlijk een puzzelgame over de liefde. En dan meer over de liefde dan over het puzzelen. Oké. Okay. Ja, het is een moeilijk hoor. Ja, het is echt een heel dun lijntje tussen ah en met dit verhaal. Want gaat het over zijn ex dan? Nee, dat niet. Oh, okay. Nee, het gaat echt puur essentie over de definitie van liefde. En dat zeggen zij ook. Wauw. Ja, maar in deze game ga je herontdekken wat jij van de liefde vindt. Wat ongelooflijk. Oké, okay. Nou, ga verder. Helemaal prachtig. Bizar. Absoluut, maar je begint eigenlijk al direct met keuze te maken in de game. Want je mag kiezen welk gender je bent, maar ook of je überhaupt gender bent. Of je bent alles, of jullie, of zij, of ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Oké. Okay. En daar kan je dus ook al voor kiezen, joh, op wat voor mensen zou je vallen, bla bla bla. Dus je zet hem echt al gelijk op jezelf in. En dus op... een beetje hoe je je Tinder instelt, nou, dan stel je die game in. Ja, dus ik dacht ik ga eindelijk een man aan de haak slaan, maar... Het was iets anders. Solo, the game for you. Ja, en vanaf daar start je eigenlijk. En je krijgt elke keer, je hebt een eilandje en daar moet je de puzzel op maken. En de puzzel, dat heeft echt helemaal niks om handen. Dat is... Nee. Dat is heel makkelijk te doen, daar gaat het niet om. Het voelt meer als obstakels in het leven, de puzzels. Wauw, het is echt weer een metafoor. Het is echt, God. Puur indie. Oké. Okay, ja, en cool. Dan kom je, als je de puzzel hebt gedaan, dan kom je uiteindelijk bij een soort totempaal. En die stelt jou een vraag over de liefde. Ja, maar ook, ja, ik heb echt een janken bij deze game, maar echt, ja? Het komt naar de echt, kant. Het komt binnen. Oké, okay, nou, meer... zoiets werkt heel goed, dat je ervan moet huilen of je moet er heel hard van lachen, omdat het gewoon net niet zichzelf serieus genoeg kan nemen, maar jij zegt het werkt. Ja, absoluut, maar het is ook meer hoe alles neerwoordt, het is heel sereen en de muziek is ook echt heel goed gedaan. En de vraag die komt ook eigenlijk gelijk weer terug, want op een gegeven moment moest ik dan inderdaad vragen beantwoorden, ben je op dit moment verliefd of... Nog nooit verliefd geweest, dus net uit. Nou, dan kies ik natuurlijk voor net uit. Maar is dat dan roleplay of vraagt hij dat aan jou als speler? Dat vraagt hij eigenlijk gewoon aan jou. Oké. Okay, jij moet erover nadenken. Dat is echt. Ja, je maakt niet uit voor je poppetje, je voelt je niet gedistanceerd van het poppetje, dan ben jij echt letterlijk. Ja, oké. Ja. Het is niet. Ja, bij meeste roleplaying games heb je natuurlijk niet per se gelijk. Je maakt niet altijd jezelf, maar dit is wel. Ja, dat merk je wel aan alles. Weet je, moet dan ook je boot noemen, je meest speciale wat je bezit. Nou, eigenlijk, heel veel mensen zeggen dan inderdaad de naam van degene die ze in hun hoofd hebben. Dus je wordt er echt gelijk al daarin geduwd. Okay. En als er een vraag is geweest, komt het ook gelijk weer terug. En dan komt er een poppetje, bij mij was het een geestpoppetje, want het was iemand uit het verleden. Mm. En die stond dus ook voor die persoon. En als ik de vraag beantwoord, inderdaad, goh, waarom zijn we uit elkaar gegaan? En als je dan kiest voor, volgens mij, de tijd had je, of voelde het gewoon niet meer, of een andere reden. En dat wordt ook echt niet als iets heel... Oeh, de lights went off! Maar we gaan gewoon verder. Oké, dit was de liefde, mijn liefde uit het verleden. De geest van het verleden die tegen mij sprak. Het spijt me. De TL-buizen.
Maar diegene komt dan ook gelijk weer terug van, ja, maar waarom zijn we dan wel uit? Weet je, het is best wel zwaar allemaal. Okay. Deze is even wel zwaar. Ja, je moet ook wel echt in de mood zijn, wilde ik zeggen. Maar niet die mood, maar net dat je denkt, oh, ik moet één denken, ik wil chocola eten, ik wil knuffelen. Weet je, dat? Dat die mood. Heerlijk, ja hoor. Dus eigenlijk wanneer je de Notebook wil gaan kijken, dan ga je gewoon deze game doen. Maar wat speel je dan? Nou, dat is nu wat ik me afvraag. Is het een platformer? Ja, ik ben echt. Nu breek ik echt een hele gevoelsmatige. Maar nee, maar niet wat uit. Is het voor game? Het lijkt een beetje op Journey and Rhyme. Dus elke keer heb je weer een eilandje en daar ga je op. Dus dat. Het is echt een puzzle platformer. Alleen dan zonder echte platforms daarin. Okay. En het is 3D, 2D? 3D. 3D. Ik vergeet natuurlijk dat de mensen zien dit, maar juist. Ja, nee, dat is waar. Nee, maar ik dacht misschien wat je nu ziet, dan heb je ook een beetje een idee van hoe en wat. Voor als je niet mee aan het kijken bent, inderdaad. Ja. Ja. Nee, dus het 3D-eilandje, een beetje plastic look heeft het. Oké. En daarin ook alweer heel erg, want het zijn niet hele harde kleuren, maar wel mooi genoeg. Ik vond het in ieder geval heel mooi eruit zien. Oké. Maar het gaat gewoon. Het is gewoon een hele melodramatische golf van. Dat is het uniek. Absoluut. Ja, en wat ik al zei, dit is dan echt puur indie. Inderdaad, één iemand in het team heeft het meegemaakt. Wat doen we? We maken daar gewoon eigenlijk kunst van. Ja, ik zie het vaker bij indies. Ze gebruiken games als medium voor. Het is niet heel commercieel natuurlijk. Absoluut niet, nee. 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 Nou, wat ongelooflijk vet. Super vet. Blijft het leuk? Is het replayable? Of wat is natuurlijk jouw persoonlijke soort van journey die in die game komt? Ja, dat is wel. En op zich, ik denk wel dat het replayable is. Maar dan weet je volgend jaar, als je dan anders in de liefde zit, dan krijg je weer het helezelfde verhaaltje. Oh, oké. Dus, ja, nee, dus je kan het echt pas weer anders spelen wanneer je eigen leven weer anders is. Wauw, jouw persoonlijke situatie verandert, dan verandert ook de game. Ja. Oké. Dat is mooi, hè? Fucking vet. Ja, maar echt. Ja, nee, oprecht. Ik ben wel heel benieuwd nu. Het is wel een heel ander soort spel. Het gaat wel dieper dan alleen gameplay, denk ik. Ja, absoluut. Oké, dus bottom line. Werkt dit? Neem je het serieus? Absoluut, ja. Dus ben je bereid om te janken? Pak tissues en ga solo. Pak tissues en ga solo.